Nice! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is Deetje. Hey. En wij zijn onderweg naar de diploma-uitreiking van Nika, de zus van Dee. En zo net had ik een heerlijk, wat was het ook weer? Ah ja, croissantje in mijn hand. En die was ik aan het eten. En toen één keer deed ik hem zo buiten de auto. En toen deed ik een vet cool trucje, moet je maar kijken. Ik deed zo de croissant. Die moet je naar links trouwens. Ze dus moest hier... Oh nee, dat is de busbaan. What the fuck? Hij zegt dat je hier op de, via de busbaan hier naar links moet. We zijn een beetje de weg kwijt. Mag ik hier rijden? Geen idee, maar kon je daar niet links staan? Nee, dat was alleen de busbaan. Ja, dat was de busbaan. Er staat mega groot bus, dan ga ik hier rijden. Soms is Google Maps helemaal niet waar. Liegert. Ja. In ieder geval, we zijn dus onderweg en we komen er wel. Het is natuurlijk verschrikkelijk druk, want iedereen wil natuurlijk zijn kind zien. Oh ja, daar zit hem neer. Tuurlijk, dat kan jij, schat. Hopsakee. Prima joh, helemaal prima. Klaar, niks meer aan doen. Ja, dak erop en weg. Maar goed, zoals je vast wel begrijpt, het is super druk, want iedereen wil natuurlijk zien dat hun kind een diploma krijgt. Het is 30 graden, het is ontzettend druk, zoals je ziet. Maar, we zijn er. En je zus krijgt straks het diploma. Ja. Hoe voelt dat nou? Voor mij, ja. Ja. Zeg, ik ben blij voor haar. Ik ben blij voor haar, ja. Ik heb het gedaan. Deze zit lekker aan de appelflap. Van harte welkom op de diploma-uitreiking 2017. Deze meneer ging een toespraak houden. Alleen mijn camera die stelde zich scherp op het achterhoofd van deze mevrouw. Mooi bosje haren, mevrouw. Nou, Quinnie boy. Quinnie is even alles aan het vastleggen voor zijn zus. Zodat ze het later terug kan kijken. Dat ze al die tijd zo hard heeft geleerd voor haar diploma. En toen was het moment daar. En toen kwam er een prachtig gedicht. De toonbuis die je draagt, die past niet meer. Spring in het diepe, keer op keer. Geniet van jullie middag. Dankjewel. Nou, dat was de diploma-uitreiking van Nika. Handtekening erop, diploma in de boekzak. Kijk wat Bumper aan het doen is. Wat is het ook een gekkie. Het is super lekker weer en sowieso ga ik straks even het zwembad in. En we zijn nu even bezig met de hapjes, want we gaan lekker genieten natuurlijk buiten. Dus we gaan even ons eigen alleloli maken, oftewel allioli. Nu moet ik 250 milliliter van deze olie erin doen. 250 milliliter. En op de achtergrond is Dee aan het dansen. Stop! Oké. Oh. Hier heb ik 3 knoflookteentjes. Die ga ik er even in doen. Met zo'n mooi apparaat. Die doe je dan hier zo in. Zo. Hoppa. En dan stamp je hem zo. We doen er nu een beetje zout in. Ik weet niet precies hoeveel, maar gewoon een beetje op gevoel. 2 eetlepels citroen eerst nog even. Dit ziet er heel erg vet uit. Dit wordt de tweede lepel. Moet je kijken. Wow. Allemaal mooie belletjes. Oké, en dan nu het ei. Hoppa. Perfecto. Dan gaan we nu met deze staafmixer ervoor zorgen dat dit prutje allemaal bij elkaar komt. Oké? Dat moeten we wel heel voorzichtig doen. Ik moet namelijk deze staafmixer hierin doen.
En dan aanzetten en dan heel langzaam omhoog gaan. Nou, ga ik even proberen. Omhoog weer. Lekker hoor. Nu doen we de alle loli hier in een lekker bakkie. Hoppa. Daar gaan we hoor. Heerlijk. Mijn eigen alle loli gemaakt. Oh, er ligt geen kikker in deze keer, maar wel een hommel. Of een bij. Wat is het? Het is een beste in ieder geval. Hey. Ja, da da di da da da. Lekker dansen, Bumper. Lekker jansen. Lekker jansen. Yeah. Dit is heel koud water. Nee. Bumper. Dit is zo super mooi, want Bumper heeft heel veel moeite met vangen. Maar als ik dan de bal super hoog gooi, dan vangt hij hem in één keer, terwijl hij tegen de muur aankomt. Komt hij, hè, Bum? En pak hem! Oh! Bijna! En pak hem, Bum! Pak hem! Oh! Nog een keer. En pak hem! Oh, bijna! Bumper, pak hem! Ja. Pak hem, Bum. Pak hem. Oké, we stoppen ermee. Hij ziet er wel echt heel erg vet uit. Quinn vertelt mij net dat hij vijf uur, high five, bezig is geweest met het bouwen van deze trampoline. Maar hij staat en hij ziet er super gruwelijk uit. Holy shit. En? In een kooi. Ja, je kan echt super hoog. Kom maar. Je komt gewoon ver boven het net. Hoppa! Wow! Uitstand 1,5 bijna. Quinn die heeft dus op die trampoline die je hier ziet, heeft hij zeg maar 2 salts voorover en 2 salts achterover gedaan. Of nee, op die hele grote ronde die hij had. Nou, die hele grote ronde heeft dus ingeld voor deze. En nu is het zo dat jij op deze nog nooit een dubbele salto voorover of een dubbele salto achterover hebt gedaan. Precies. En die probeer je nu weer te doen. Ja, ik vind het wel een beetje eng, maar ik ga het. Maar je hebt nu wel vangnetten. Ja, dat is waar. Maar het is meer, deze is zo bouncy dat ik ben bang dat ik nog verder bounce of zo. Maar ja, je kan helemaal niet af, maar nee. Het is toch anders. Oké. Oh! Lekker hoor. En dan nog een keer, hè? Ja. 1, 2... Ja, lekker. Mooi, ik wou 3 doen, zag je dat? Ik zou zo. Ik wilde de 3 doen. Maar weet je wat raar is? Salto voorover. En dan lachte jou uit, hè, Daan? Ik kan geen salto voorover. Dat is als ik een salto op de grond doe, dan doe ik dat. Waarom kan je dat niet? Je moet je armen allebei tegelijk swipen. Ja, jij doet nu waarschijnlijk zo. Ja. Ik swipe 1 hand naar voren waardoor ik schuin ga. Wat doe jij mis dan? Daan en ik hebben geoefend op trickshots. Dat heb je niet op film, toch? Ja. Zag je hem? Nice! Hey, heb ik geoefend? Nou, Daan. Zag je? Ja. Oh. Nu komt er nog één hele mooie. Nu gooi ik hem niet recht op Daan af. Maar dan gooi ik hem zo omhoog. En dan komt hij weer zomaar terug. Hey. Had hem niet verwacht. Nee. Had hem niet verwacht. We hebben wel een nieuwe nodig, want Bumper die heeft hem kapot gebeten. En deze is dus van het Holland Kaascentrum. Ik denk dat we vast nog wel een betere kunnen krijgen dan dit. Ik denk het ook. Komt ie. Pak hem! Oh, bijna!
Maar dan denk je niet dat hij op je afgaat omdat je hem helemaal zo schuin gooit. Maar als je hem zo schuin gooit, komt hij ook vet mooi weer terug. Daan die gaat hem gooien en dan vang ik hem, doe ik een salto erachteraan, ja, in de lucht. Voor alle singles die daar zijn, als je een meisje wil versieren, weet je wat je dan doet? Dan pak je uit je kontzak, pak je een neusfluit en als je dan een meisje ziet, dan doe je zo, hey. Chickie, alles goed. Snap je? Gefixt, je weet zelf. Maar hey, shout-out naar alle neusfluiters. Het begon zo net in één keer keihard te regenen en ontzettend te onweren. En dan moet ik toch denken aan het moment dat ik op een zolderkamer lag en dat ik een schuin dakraam had, eerder, nu niet meer. Maar dat het dan keihard aan het regenen was op het schuin dakraam en dat was zo ontzettend heerlijk om mee slaap te komen. Maar goed, nu alsnog was het onweer, ik weet niet, ik vind het op een of andere manier wel super vet. Bumper wat minder, maar goed. Dedy is al aan het slapen, dus ik ga nu ook lekker erbij liggen. Nog even wel een serie kijken en dan ga ik ook slapen. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!